Max Huibert, de grote vakantie moet voor de meeste mensen nog beginnen. En toch begint AZ vandaag met de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Zijn Alkmaar er al klaar voor eigenlijk? Nou ja, je zegt het terecht. Ze hebben een korte vakantie gehad. Het is alles bij elkaar nog geen 4 weken geweest. Maar nou, ik heb net de spelersgroep ontmoet. En volgens mij zijn ze er allemaal wel weer klaar voor. Ja. Als je kijkt naar de selectie, geen spectaculaire veranderingen. Eigenlijk één aankoop, een keeper. Ja, klopt. Tot nu toe is alleen Marco Bizot is zeg maar nieuw van buitenaf. Er zijn wel 3 jongens vanuit de opleiding doorgeschoven. Met Levi Opdam, Owen Wijndal en Maren Boadu. Dus, maar nogmaals, we zijn net pas begonnen. Ik verwacht nog wel dat er het een en ander zou kunnen gaan gebeuren op de transfermarkt. Maar ik vind al met al, als we kijken naar onze selectie, dat daar nog steeds heel veel kwaliteit en potentieel in zit. En dat is er vorig seizoen te weinig uitgekomen? Ja, dat mag je rustig zeggen. Ja, ik denk dat we kritisch moeten zijn na afgelopen seizoen. Aan de andere kant moet je ook niet vergeten dat we samen met Ajax de meeste wedstrijden hebben gespeeld. 56 officiële wedstrijden. We hebben lang meegedaan in de beker. We hebben de finale gespeeld. We hebben de play-offs kunnen spelen uiteindelijk. Nou, we weten allemaal dat we daar net voor de finish gestruikeld zijn. Dus dat was een behoorlijke domper. Omdat we graag natuurlijk ook met AZ in Europa willen deelnemen. Maar we hebben het wel allemaal gedaan. En op het moment dat je niet meedoet, dan kan je ook niks winnen en verliezen. Dus al met al moeten we ook onze ogen niet sluiten voor het intensieve seizoen wat de jongens hebben gespeeld. Maar kritisch zijn we inderdaad en kijken we naar wat we hebben geboden. Met name ook in de thuiswedstrijden. Dat is niet goed geweest. Nee, want het zal best lastig zijn. Je moet je seizoenkaarthouders natuurlijk overtuigen om weer zo'n kaart aan te schaffen. En dat doen technisch directeuren vaak door met aankopen op de proppen te komen. Hè? Ja, dat klopt. Dat is een mogelijkheid. Maar aan de andere kant denk ik ook dat we heel goed moeten kijken naar de 2 wedstrijden die we in de play-offs hebben gespeeld. De 2 thuiswedstrijden tegen Groningen en tegen Utrecht. Ik denk dat je daar hebt kunnen zien dat wij het voetbal hebben gespeeld dat volgens mij de mensen graag willen zien. Nou, dat hebben we allemaal gedaan met de spelers die er nog steeds binnen de 4 muren rondlopen hier. En ik denk ook dat met name de aankopen van vorig seizoen, dat die ook na een jaar AZ, na een jaar wennen aan de manier van spelen, dat die ook een stapje omhoog zullen maken. Je hebt best wel een grote selectie. Hè? Had je verwacht dat sommige spelers inmiddels wel vertrokken zouden zijn of gaan er nog spelers vertrekken? Nou ja, dat zeg ik net. Hè. De markt is net pas open, of gaat pas open op 1 juli. Er zijn 2 maanden waarin er van alles kan gebeuren. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk graag willen dat alle spelers het liefst bij AZ blijven. En dat we met een zo sterk mogelijk selectie straks de competitie in kunnen gaan. Ja, maar er zijn ook spelers waarvan je zegt van, nou ja, Rochette is een voorbeeld daarvan. Maar ook spelers die misschien al eind vorig seizoen minder in het plaatje van de technische staf voorkwamen. Ik noem een Tankovic, een Bel Hassani, dat soort spelers. Misschien moet je eerst ruimte maken in de selectie om nieuwe namen te kunnen halen. Nou ja, kijk, jij noemt Bel Hassani. Dat is nou net de speler die het eerste jaar bij AZ heeft gespeeld. Dus daar zit ook absoluut nog veel meer potentie in. Ik denk dat Ilias zelf ook kritisch is na zijn eerste seizoen. Daar kijkt hij zelf ook natuurlijk op een bepaalde manier naar. Tankovic, wat je zegt, Rochette, ja, dat zijn spelers die zitten hier al wat langere tijd. En inderdaad, die weten ook dat hun perspectief minder is richting volgend seizoen. Nou, betekent al dat Sergio is vandaag ook niet bij de eerste training aanwezig. Omdat hij op stage is bij een Turkse club. Dus de kans dat hij gaat vertrekken is wel aanwezig. Ja, ja, maar voor de rest is het nog ook op dat vlak stil? Voor de rest is het nog stil, ja. Op zich, moet ik zeggen, heb ik tot nu toe een vrij rustige eerste weken gehad. Ja, nou, normaal gesproken zou je kunnen zeggen dat is lekker. Ja, hou je de selectie intact, maar omdat je zelf ook aangeeft, ja, het was niet helemaal wat je ervan verwacht had vorig seizoen. Ja, dan heb je ruimte nodig in je selectie, denk ik. Nee, dan heb je niet goed geluisterd. Ik heb gezegd dat er heel veel potentie zit in deze groep. En dat hebben ze de laatste 2 wedstrijden, de 2 thuiswedstrijden in de play-offs laten zien. En als wij in staat zijn om dat straks 17 thuiswedstrijden te kunnen laten zien aan ons publiek, dan denk ik wel dat de mensen ook weer met een goed gevoel naar het stadion kunnen komen. Je hebt natuurlijk ook spelers die er bovenuit staken het afgelopen seizoen. Hè? Dirk Lucas, Ricciano, Haps. Als ik de media zo volg, Weghorst werd gelinkt aan een Duitse club. Klopt dat allemaal? Dat daar interesse voor is? Nou, dat er in de wandelgang een hoop gezegd is en gezegd wordt. Hè, dat is sinds jaar en dag altijd zeg maar gebruikelijk in de voetballerij. En ook deze namen, dat lees je, dat hoor je, maar er is tot op dit moment geen club concreet bij mij geweest. Nee. Nee. En de speculaties, ik las iets van Feyenoord, die geschrokken was van 10 miljoen voor Haps. Wat is daarvan waar?
Ja, dat is leuk, hè? Het lijkt wel of er een soort... Vraag maar aan de bron. Ja, het lijkt wel of er een soort van offensief gestart wordt van zeg maar even die twee grotere clubs, want Ajax doet daar niet aan mee. Dat wij niet meer zelf de prijs mogen bepalen voor spelers. Daar heb ik op gereageerd en ik heb ook prijzen zien staan voor spelers van ons. Nou, ik heb geen enkele prijs genoemd. Sterker nog, ik hoef geen eens een prijs te noemen, omdat er op dit moment geen concrete interesse is. Die 10 miljoen is helemaal uit de lucht gegrepen. Nou ja, waar het vandaan komt, weet ik niet. Dat zou je bij de mensen moeten vragen die het gepubliceerd hebben. Ja, zaakwaarnemers hebben daar wel eens een handje van, hè? Ik weet niet of dit bij zaakwaarnemers vandaan komt. Ik zeg nogmaals, misschien moet je degene die het gepubliceerd heeft die vraag stellen. Ja. Nog één ding. Adam Maher, die kwam ook regelmatig voorbij. Supporters zouden hem graag zien komen. Maar ja, is er ruimte op dat middenveld? Want juist op dat middenveld is AZ toch redelijk voorzien, dacht ik. Ja, ik denk als je kijkt naar die bezetting, hè, voor die positie waar Adam in het verleden bij ons heeft gespeeld. Ja, dan hebben we zeker ook met een aantal jongens vanuit onze opleiding. Hè, als ik denk aan Jeremy Helmer, aan Guus Til, Ilias die je net al hebt genoemd. Hè, die veel beter kan dat hij het eerste seizoen heeft laten zien. Ja, dan zijn wij voldoende bezet voor die positie.